Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God en Vader, in Christus Jezus den Heere, door de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 119 en daarvan vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, naardien ik heb geloofd aan uw geboden. Psalm 119, vers 33. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Ik noem die dus 2 Korinthe 7, de versen 1 tot en met 11, waarna wij zingen uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt
om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederige vertroost heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het u nu gebracht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Heere, uw kerk heeft eens beleden, ten opzichte van de rustdag, dat gij die dag in het bijzonder ons hebt gegeven, opdat we uw heilige geest in ons zouden laten werken, en een aanvang zouden nemen met de eeuwige Sabbatdag. En u weet gij dat er in ons leven zo vaak weerstanden kunnen zijn, waardoor er als het ware geen vrije baan is, zodat de Heilige Geest verhinderd wordt in ons leven te werken. En daarom dient ons gebed wel in de allereerste plaats te zijn, of gij ons zowel in de bediening van het woord als het luisteren daarnaar de kracht en de werking van den Heilige Geest wilt verlenen. Want immers, door de Heilige Geest zullen we toch alleen bekwaam zijn om dat heerlijke, maar tegelijk ook zo gewichtige werk te kunnen doen. En nu hebt gij het beloofd, Heere. Gij hebt uw discipelen eens voorgehouden, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw Vader die in de hemelen is, de Heilige Geest, degene die er hem om bidden. Wel nu, op grond dan van Christus' offer, wat hij eens op Golgotha heeft gebracht, bidden we van u, verleen ons dan uw geest, opdat we bekwaam gemaakt mogen worden tot het werk waartoe we geroepen worden, maar ook een zegen ten leven mee mochten nemen naar huis.
En dan kent gij ons allen, heren, met onze aparte nood. En dan weet gij, heren, wat een ieder van ons persoonlijk nodig heeft. Dat is ons niet bekend, maar u wel. En nu is dit het wonder van de bediening van uw woord, heren, dat gij het wilt gebruiken. Opdat een ieder in welke nood hij dan ook zich mag bevinden, door het woord des heren, het zij vertroost of beschaamd mag worden. In ieder geval, heren, laat het dan toch zo mogen zijn, dat we geen vergeetachtige hoorders mogen zijn, maar dat het woord Gods vanavond zijn kracht mag doen in ons aller leven. En dan hebt gij van dat woord gezegd dat het altijd zijn werking doet. Dat het of ten oordeel of ten voordeel zal zijn. Nooit en ten nimmer zal uw woord ledig tot u weerkeren. Maar het zal doen hetgeen u behaagt. Laat het u dan vanavond behagen, heren, dat het vrucht van bekering mee mag werken. Wat zou dat rijk zijn, heren, zowel bij het begin als ook bij den voortgang. We moeten vanavond aan de hand van uw woord en de belijdenis van uw kerk spreken over die bekering. En als er toch één ding in ons leven nodig is, dan is het wel bij aan- en bij voortgang bekering. Wat moeten we ons van veel dingen bekeren, heren? Bekeren van onze sleur, bekeren van onze gewoonte zonder wezen, bekeren, ja, van alles, heren, wat u mishaagt. Laten we dat zien, laten we dat bemerken, heren, opdat dat alles zonde mag zijn. En we iets verstaan van het gebed wat we gezongen hebben, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wij vergeten zo vaak de zonden, wij kleineren vaak de zonden. Wij gevoelen en beseffen niet, heren, dat we zondaren zijn. En daarom is het zo nodig, opdat niet alleen de ene zijde van de bekering gekend mag worden, maar ook de andere zijde, namelijk die hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Heren, wat zou het rijk en groot en voor u toch niet te wonderlijk zijn, wanneer ge zo vanavond in ons midden werkt het, en wij de vruchten daarvan ten eeuwige leven mee mochten nemen in de dagelijkse strijd van ons leven. Sterk daartoe hem dan die geroepen wordt uw woord te bedienen en wil hem leiden door uw geest, opdat hij met vrij en blijmoedigheid het evangelie mag verkondigen. Zegen de gemeente, jong en oud. Zegen onze kinderen die nog thuis moeten blijven. Wil de prille vrezen Gods in hun harten werken en werk in het bijzonder ook in onze kinderen die hier zijn, in onze jonge mensen, ja, in ons allen, heren, opdat de vrucht van al die arbeid die gij dag in dag uit, zondag aan ons besteedt, dit mag uitwerken dat wij bekeerd worden en al meer en meer bekeerd zijn. Heren, zegen de zieken en de ouden vandaag. Denk aan uw kerk waar ze zich mag bevinden, in het bijzonder uw kerk achter het ijzeren gordijn. Wil met die kerk zijn in druk en vervolging. Overal, heren, waar uw kerk vervolgd wordt, houd uw beschermende en doorboorde middelaarshand over haar uitgestrekt. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, bijzonder het werk op de zendingsakker en in het evangelisatiewerk. Wil na de trouw van uw verbond, heren, uw woord voordoen planten van zee tot zee en van de rivieren tot de einden der aarde, opdat overal die ene naam weer klinken mag als de enige weg der zaligheid, de naam van Christus en die gekruisigd. Zegen ook de arbeid in het midden van onze gemeente, de arbeid van de evangelisatie, de arbeid op de catechisatie en op vereniging, wat er dan ook in ons midden gebeuren mag, verleen er uw zegen aan. Zegen het werk op onze school, denk aan ons vorstenhuis
en zegen allen die gij over ons gesteld hebt. Heere, ach, de noden zijn zoveel. Wil het werk der barmhartigheid in uw rijke gunst gedenken. Zegen allen, heren, die het vaak moeilijk hebben ten opzichte van de beproevingen des levens. En het mocht u behagen dat we uit voorspoed en tegenspoed één ding mogen leren. Dat we in leven en in sterven niet buiten u kunnen. Amen. De woorden van onze tekst voor dit avonduur kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk 2 Korinthe 7 en daarvan de versen 9 tot en met 11. Waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt: nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewerkt? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak. Op deze en meer uitspraken van Gods woord rust het onderwijs dat tot ons komt in zondag 33, waar achtereenvolgens gevraagd wordt in de vragen 89 en 90 en geantwoord wordt: wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. U zult zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat ik de vorige keer, toen het over de inleiding ging ten opzichte van de bekering, gezegd heb dat wij het werk der bekering nooit en te nimmer los mogen maken van den Heilige Geest. Want zouden we dat doen, dan zouden we niet anders overhouden dan een soort moralisme. Misschien beter nog gezegd humanisme. Want immers, dan zouden we de leer van de bekering ten diepste niet anders zien dan verrichting van de mens. En dat is niet zo. Want ook in het werk der bekering gaat het om het werk van den Heilige Geest. Want immers, de Heilige Geest heeft zich aan Gods wet verbonden. En het is juist Gods wet die als regel in het werk der bekering ook benadrukt moet worden. De Heilige Geest dus opgenomen, zou ik willen zeggen, in het werk der bekering, opdat we zouden verstaan in dat werk onze diepe afhankelijkheid. Zowel in het beleven van de rechte droefheid over de zonde, als van het beleven van de hartelijke vreugde in God, dus van de Heilige Geest onze afhankelijkheid te gaan beleven. Maar ook, wij mogen de bekering niet losmaken van Christus. Want het is naar het rijke en diepe woord van de apostel Paulus in een van zijn brieven dat Christus in het graf van onze zonde neergelegd is geworden. Maar ook uit dat graf is opgestaan. En waar het in het werk der bekering gaat over het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, daar vindt dat werk zijn fundament in het werk van Christus. Want in Christus is de kerk, of zijn de zonden van Gods kerk begraven. In Christus is de kerk opgestaan tot een nieuw leven. Maar dat zal nu juist in de bekering
moeten blijken. En daarom hebben onze vaderen in deze en de volgende zondagen dat werk der bekering willen belichten. En daarom gaan we daar nu vanavond over spreken, als ik u ga wijzen op het wezen der bekering. En ik ga u spreken dan achtereenvolgens over het geheim der ware droefheid. Ten tweede, het geheim der ware blijdschap. En ten derde, het geheim der ware gehoorzaamheid. Het wezen der ware bekering. En dat bestaat dan ten eerste in het geheim der ware droefheid, der ware blijdschap en der ware gehoorzaamheid. Maar we zingen eerst, en wel uit Psalm 51, en daarvan de versen 1, 4 en 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid, mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden. Het zijn dus de versen 1, 4 en 9 uit Psalm 51, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid gegeven wordt voor het uitreiken van uw liefdegaven, en dan is de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende kerken. Zoals u dat natuurlijk al bekend kan zijn, gaat het hier aan deze vragen en antwoorden, 89 en 90 dus, om het wezen van de ware bekering. Ik heb de vorige week reeds uiteengezet dat met nadruk hier gezegd moet worden, de ware bekering. Omdat er inderdaad heel wat surrogaat bekeringen in de loop der eeuwen zijn geweest, en helaas nog maar al te veel in de kerk des Heren deze zogenaamde surrogaatbekeringen er zijn. En daarom is het zo nodig, omdat er dus in die zin veel namaak is, om eens goed te mogen weten wat nu toch eigenlijk het wezen van die ware bekering wel mag zijn. Dat is dus een toetssteen waaraan we kunnen weten of we bekeerd zijn en vooral dat laatste ook, of het werk der bekering voortgang bij ons heeft. Want het gaat hier niet over het bekeerd zijn als zodanig, ook dat natuurlijk. Maar het gaat hier vooral, en dat is de bedoeling van onze belijdenis,
om hier het werk der bekering te beschrijven in zijn voortgaande daags. Het gaat hier dus over het werk der bekering als een proces. Dat is begonnen bij de wedergeboorte. Maar waar bij de wedergeboorte dat proces der bekering begonnen is, daar dient dat werk ook voortgang te hebben. Daar dient dat werk verdieping te kennen. En dan wel verdieping en voortgang naar twee kanten. Zowel wat betreft de droefheid over de zonde en de blijdschap in God door Christus. Deze twee zijn de wezenselementen van de waarachtige bekering. En nu gaat het in onze eerste gedachte over het geheim van de ware droefheid. En dan moet u maar eens luisteren hoe prachtig onze vaderen dat destijds omschreven hebben, als ze de vraag, wat is de afsterving van de oude mens, beantwoorden met het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Daar wordt dus gesproken over leedwezen. U weet in dat woordje, daar zit het woord lijden. Het wil dus zeggen dat iemand die tot God bekeerd is, wedergeboren is, en die dat voortgaande werk der bekering in zijn leven kent, die kent dus het lijden over de zonde. Men heeft wel eens gezegd, de wereld is een groot ziekenhuis, en inderdaad. Maar het gaat hier over heel wat anders als over het lijden ten opzichte van de wereldnood. Het gaat hier over het lijden van mijn persoonlijke zonden die ik bedreven heb tegenover den Heer. Vandaar dan ook dat dat leedwezen in onmiddellijk verband gebracht wordt met dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Want inderdaad, daar is heel wat lijden over de zonde, maar dan lijden over de gevolgen van de zonde. Maar u voelt wel, het gaat hier veel dieper. Het wil hier eigenlijk veel teder aangeroerd worden, want het gaat hier over de kern, namelijk mijn zonde tegen God. En daar is nu een hartelijk leedwezen over. Of althans, daar moet een hartelijk leedwezen over zijn, zal ik weten dat ik de waarachtige bekering in zijn aanvang en voortgang ken. Lijden over de zonde. We hebben daar zo even Psalm 51 gezongen. Wel nu, daar heb je een man, daar heb je David, zoals hij uitdrukking gaat geven over zijn lijden ten aanzien van de zonden die hij tegen God heeft bedreven. Dat is dus de uiting van wat daar diep in zijn hart leeft. Hij lijdt onder zijn eigen zonde. Dat is inderdaad lijden. U kunt het ook vertolken met het woord droefheid, zoals een apostel dat hier in 2 Korinthe 7 gebruikt. En dan wil dat woord droefheid de diepe innerlijke smart te kennen geven die een bekeerde en die met dat werk voortgang heeft gedurig over de zonden kent waarmee hij dagelijks tegen den Heere overtreedt. Dat is de smart die zijn wortel vindt in de liefdesverhouding tussen de Heere en de zondaar. Want smart, lijden over de zonde, dat kan nooit anders als het moet een uiting zijn van de liefdesband die er is tussen Gods kind en de Heer. Want het gaat juist om die liefdesbetrekking. Het is juist die liefdesbetrekking die gevaar loopt. Het is juist de aantasting van de verhouding. Dat is de liefdesverhouding tussen God en de bekeerde.
En daarom, waar die verhouding door de zonde aangetast wordt, daar vloeit daaruit voort het lijden, het leedwezen, de innerlijke smart en de droefheid. Zoals Paulus het zegt, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat blijkt wel wanneer onze onderwijzer nu verder om gaat omschrijven wat nu het kenmerkende van dat lijden is. Namelijk dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Het gaat er dus niet in de eerste plaats om dat ik de gevolgen van mijn eigen zonde in mijn leven moet dragen. Dat mijn geweten mij aanklaagt. Of dat ik vrees voor de straf die op de zonde bedreigt en zeer zeker ook uitgevoerd zal moeten worden. Nee. Maar het gaat erom, ik heb God vertoord. Daar heb je het wezenlijke van het lijden, het leedwezen, het hartelijke leedwezen over de zonde. Ik heb God vertoord. En de toorn van God is zeer zeker verdiend ten opzichte van alle zonde. De toorn van God heb ik door de zonde waardig gemaakt. Maar het maakt verschil of ik dat, laat ik zeggen, toestem, of dat ik daaronder leid, dat mijn ziel pijn doet. Dat ik door mijn zonde God vertoornd heb. Want daardoor krijg ik inzicht in het karakter van de zonde. Want mijn zonde, die laat met eerbied gezegd God niet onbewogen. Mijn zonde, die maakt de Heere in beroering. Zodat hij vanwege de handhaving van zijn heilig wezen de zonde met zijn toorn moet bezoeken. Gods toorn wordt dus als het ware werkzaam, omdat ik tegen hem zonde. En dat is het nu wat de wezenlijke droefheid over de zonde uitmaakt. Ik heb God vertoord. Zie, geliefden, daar hebt u het kenmerkende van de zonde. En u moet goed begrijpen, dat wil natuurlijk niet zeggen alsof ik elke dag dat doorleef. Alsof ik elke dag dat voel. Alsof ik elke dag daaronder gebukt ga. Maar het wil ten diepste wel dit zeggen, dat daar diep verborgen vaak in mijn ziel toch een droefheid is over de zonde. Een onverenigdheid met het bestaan van de zonde in mijn leven. En dat ik niets liever zou willen dan de zonde met wortel en tak uitgeroeid te krijgen in mijn bestaan. Dat is het lijden over de zonde. De droefheid. Kent u die droefheid over de zonde ook, geliefde? Dat we God door onze zonde vertoornd hebben. Dat wij God door onze zonde beledigd hebben. Dat God dus van den hemel feitelijk mij met zijn toorn dag in dag uit zou moeten achtervolgen. En uiteindelijk die toorn mij zou moeten toepassen, omdat mijn zonden dat verdienen. Bovendien, wanneer we dit nog verder bekijken, geliefden, is dit nog veel erger. Want gezondigd te hebben, geliefden, zonder genade is erg. Maar gezondigd te hebben en voortdurend nog te zondigen, nadat ik Gods liefde, Gods goedheid enzovoort in mijn leven gesmaakt heb, maakt de zonde nog veel bitterder. Omdat ik daardoor een dieper inzicht krijg in het wezen van de zonde. Want door mijn zonde heb ik het wezen Gods aangetast. Heb ik het dus aangedurfd. Het zij bewust of niet bewust. Het zij moedwillig of niet moedwillig. Heb ik het aangedurfd om diezelfde liefde, waarvan ik eertijds heb gezongen, te beledigen, te onteren en te bedroeven. En daarom zonde
te zien in het licht van eensgenoten en ontvangen liefde maakt de zondige lieden zo pijnlijk. En daardoor versta ik dan ook onze onderwijzer als hij ervan zegt, het is een hartelijk leedwezen. Ik leid dan onder mijn zonde. Nou, leidt u daar ook onder. Leidt u onder de zonde. Niet zo dat u eronder leidt bij de gedachte, o God, als ik straks sterf, dan moet ik verloren gaan. Dan zal ik de toorn van u in mijn leven, over mijn leven ontvangen. Zo niet, maar het rechte inzicht te hebben over het wezen der zonde, dat ik nu, op dit moment, die droefheid ken, omdat ik God beledigd heb. En dat het mijn rijkste en mijn heerlijkste ogenblik zou zijn, wanneer alle zonde met wortel en tak uit het leven van mij weggenomen zouden worden. Bovendien, ik heb daar reeds iets van gezegd, is dit hartelijke leedwezen over de zonde en dat ik God door mijn zonde vertoornd heb, een doorgaande daad. Dat is maar niet alleen zo bij de eerste bekering, maar dat is iets, geliefde, wat doorgaat. Ik heb er zo pas van gezegd, dat dient door te gaan en dat dient zich ook te verdiepen. Doorgaan, gang dient dat dus te hebben. Zeker, het is wel een van de voorwaarden voor het koninkrijk Gods om daarin te gaan, dat we deze eerste droefheid in de bekering kennen. Maar het is zeker een voorwaarde om het ook in de doorgaande lijn te kennen. Want anders lopen we het gevaar dat we denken dat we, nou ja, met dat eerste dat we ondervonden hebben, genoeg hebben. En zo is het niet. Dat is dus een doorgaand, maar ook een zich verdiepend werk. Want ik leer al meer en meer, geliefden, in de tere verhouding tussen God en mij, dat ik naar mijn bestaan een zondaar ben. En uit dat zondige bestaan komen helaas zoveel zonden naar voren. Een hartelijk leedwezen over de zonden, dat ik God door die zonden heb vertoornd. Daar heb je dus het eerste, namelijk het leedwezen over de zonde. Dat is het eerste kenmerkende van de ware droefheid. Het tweede is zonde haten. Want immers er wordt gezegd, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Haten, dat is een radicaal woord. Dat duidt aan de onverdraagzaamheid van het echte nieuwe leven ten opzichte van de zonden. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de aard van het geestelijke, van het door God zelf geplante leven, dit is dat het onverdraaglijk staat tegenover de zonde. Maar nu dient degene die dat nieuwe leven dan ook deelachtig is, ook onverdraaglijk te staan tegenover de zonde. Dat wil dus zeggen, dit woord haten, dat roept op tot de strijd. Vandaar dat die twee woorden haten en vlieden ook onmiddellijk aan elkaar gekoppeld zijn. Die twee mogen niet losgemaakt van elkaar. Die twee horen bij elkaar als oorzaak en gevolg. Het vlieden van de zonde, dat dient dus zijn oorzaak te vinden in het haten van de zonde. Het haten, dat is de wortel, en het vlieden, dat is de vrucht daarvan. Haten. Dat is dus het kenmerkende van datgene wat hier de onderwijzer vraagt van de afsterving van de oude mens. Die haat de zonde. Die wil dus niet trachten om met de zonde het op een akkoord te werpen. Die wil ook niet, zal het goed zijn, vrede met de zonde sluiten. Maar dat nieuwe leven, dat
stelt zich radicaal tegenover de zonde, het haat de zonde. Maar dat dient dan ook in de doorgaande lijn van het werk der bekering openbaar te komen. Dat is dus maar niet eens één keer. Dat is dus ook niet dus bij de hoogtepunten des geloofs, maar dat werk dient doorgang te vinden. Opdat telkens weer dat echte leedwezen, die hartelijke droefheid over de zonde, waardoor we God vertoornd hebben, openbaar zouden komen. Wel nu, daar heb je dus de ene zijde van de echte bekering. Leedwezen, droefheid, haten, vlieden. En als u zichzelf nu eens gaat onderzoeken, want natuurlijk heeft de Heere dat in zijn woord geopenbaard, dat wij ons daaraan zouden toetsen. Dat we aan de toets van dit woord ons leven zouden leggen, opdat we weten dat deze geestelijke dingen ons geen vreemde zaak zijn. Het gaat dus, ik mag dat nog wel even herhalen, hier niet over de gevolgen van de zonde. Want inderdaad, er zijn heel wat mensen, geliefden, die wel over de gevolgen van de zonde bedroefd zijn. Dat is in wezen, zoals de apostel in 2 Korinthe 7 beschrijft, dat is de droefheid naar de wereld. En die werkt dan ook geen echte, geen ware bekering. Maar de droefheid naar God over de zonde werkt altijd bekering. Want in die bekering, voor zover het de droefheid betreft, gaat het om God, geliefd. Het gaat niet om in de hemel te mogen komen. Het gaat er ook niet om de hel alsjeblieft te ontvlieden. Het gaat ook niet om de gevolgen van de zonden hier in dit leven te mogen missen. Het gaat erom, geliefden, om God. Dat is om naar Gods heilige wil te leven. Om naar Gods heerlijk beeld veranderd te mogen worden. Hier reeds aan deze zijde van het graf. In één woord, wanneer er dan ook droefheid over de zonde is, dan staat God altijd in het middelpunt daarvan. Hoe gering die droefheid ook nog mag zijn, hoe beperkt die droefheid nog mag zijn, hoe ten dele ze ook is, het gaat dus om den Heer. En dat is de verklaring van de band der liefde, geliefd. Een ander is daar geen oplossing voor dat inderdaad geheim der ware droefheid. Dat is dat wonderlijke en tegelijk zo heerlijke geheim. Het gaat in die droefheid om den Heer. Gaat het u daar ook om? Want natuurlijk, wie kent u niet droefheid in zijn leven? Wie pinkt niet eens een traan weg in zijn leven, wanneer die allerhande ellendigheid, kruis, moeite, druk enzovoort in zijn leven moet doormaken? Maar dat zijn de gevolgen. Heeft u geleerd, geliefden, om door te stoten tot de achtergrond? Dat is dus tot mijn persoonlijke zonden, waardoor ik de Heere bedroefd heb. Want, mag ik het zo zeggen, die tranen die enkel en alleen geschreid worden om de gevolgen van de zonde, worden niet in Gods fles bewaard. Die tranen worden straks niet eens afgewist. Maar als de belofte klinkt en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, dan geldt dat al die tranen die geschreid zijn uit de echte droefheid naar God en om God. En kent u die tranen in het verborgen, dat u zelf zo tegenvalt niet alleen. Want inderdaad, de moderne zielkunde heeft wel aangewezen dat de mens zichzelf ontzaggelijk tegenvalt. Dat hij zichzelf, waar hij idealen opgebouwd heeft en die opgebouwd heeft op zijn eigen kunnen, kennen en kunnen, naarmate dat hij ouder wordt, wel teleurgesteld met zichzelf uitkomt. Maar dat is niet het bewijs van de echte droefheid
de echte droefheid nog eens gezegd, geliefden, gaat om God. En wat is dan dat? Dat is, Heere, roei die zonde, waarmee ik u vertoor met wortel en tak uit. En dat gaat dan niet alleen, geliefden, over de zonden. Dat wil zeggen, met die dagelijkse zonde van mijn gedachten, van mijn woorden of van mijn daden. Maar dieper in het werk der bekering afgestoken, gaat het tenslotte ook over de zonde. Dat is dat ik mijn bestaan leer kennen als zondaar. Dat ik achter die zonden ga ontdekken mijn zondig bestaan. Dat heel mijn bestaan aangevreten is door de ontzaglijke macht van de zonde. En dat ik daar alstublieft van verlost mag worden. Daar de droefheid over. Wel nu, dat is dus het doorgaande en zich verdiepende werk van den Heiligen Geest in het hart van degene die God vrezen. Maar gaat dat nu ook bij ons door, kinderen des Heren? Zeker, ik weet het, u kent de tijden in uw leven dat ge bedroefd zijt over de zonde. Maar als u zelf nu eens gaat toetsen, laat ik zeggen aan een periode van 10 jaar geleden, wat heeft dan de zonde, wat zijn verdiepende kracht, wat de kennis die verdiept is geworden, wat heeft het nu bij u gewonnen? Is er een verdiepende droefheid over de zonde in uw leven gekomen? Heb je verdiepende smart? Is het meer lijden geworden over de zonde die je nog in uw bestaan telkens tegenkomt? Zie, daar gaat het om. Daar mag in deze ook geen stilstand zijn. Waarom niet? Wel hierom niet, opdat er niet alleen plaats zou wezen voor de afsterving van de oude, maar ook voor de opstanding van de nieuwe mens. Want dat is de keerzijde. Zoals de wet de keerzijde vindt in het evangelie, zo vindt, geliefden, de droefheid zijn keerzijde in de blijdschap. En dan moet je maar eens, wanneer onze onderwijzer hier gaat spreken over de opstanding van de nieuwe mens, gaat zeggen dat het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Daar wordt dus gesproken over de opstanding van de nieuwe mens. Ik meende dat ik u de vorige keer iets gezegd heb, dat er 2 beginselen een strijd voeren die pas ten einde raakt wanneer het sterven in het gezicht komt. Dat zijn de 2 beginselen van de oude en van de nieuwe mens. Die 2 eigenlijk onverklaarbare en ondefinieerbare beginselen van die oude, nooit te doorgronden mens en tegelijk van dat wondere geheim van de nieuwe mens die in 1 en dezelfde persoon geplant zijn geworden. En die voeren nu een strijd. En nu is de begeerte van de ene om de baas te zijn, en de begeerte van de andere is ook om de baas te zijn. Het nieuwe leven. Wat is dat? Wat is nu dat opstaan van die nieuwe mens? Dat is dus een hartelijke vreugde in God door Christus. In dat korte antwoord, daar gaat nu de catechismus beschrijven wat nu eigenlijk de blijdschap is. Vandaar onze 2e gedachte, het geheim van de ware blijdschap. Dat is een hartelijke vreugde in God. Niet omdat, geliefden, dat nieuwe leven ons doet oplossen in God, dat is pantheïstisch, maar omdat dat nieuwe leven ons verenigt met Christus. Vandaar het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Want als vrucht van het nieuwe leven zijn we 1 plant geworden
met Christus, geliefden. En nu is het werk van Christus om ons God te verklaren door middel van het evangelie. En stel nu voor, hier zit nu vanavond een bedroefde zondaar. Die bedroefd is over zijn zonde, omdat hij God vertoornd heeft, wiens hartelijke lust het zou worden om de zonde met wortel en tak uitgeroeid te krijgen. Maar die zit natuurlijk met de vraag, o God, hoe zal ik nog eens ooit weer blij kunnen worden? Want inderdaad, wanneer we een recht gezicht ontvangen, geliefden, op onze zonden, dan denken we dat we nooit meer blij kunnen worden. Het omgekeerde is ook het geval. Wanneer we blijdschap in God kennen, dan denken we dat we nooit meer bedroefd zullen worden. Maar dat wisselt zich in de regel af. Of die twee gaan soms samen met elkaar. Nu, het is dus blijdschap. En als nu de Heere vanavond, geliefden, onder de prediking van zijn woord zulk een bedroefde laat zien, door de werking van den Heilige Geest, dat God toch in vergevende liefde op hem neerziet. En hij doet hem genieten de goedertierenheden des Heeren in zijn hart. Wat is dan het gevolg? De blijdschap in God. Dat is dat wondere, mystieke geheim, geliefden, van het leven der genade. Die hartelijke vreugde in den Heere. Dat wil eigenlijk zeggen, een hartelijke vreugde in God, omdat de Heere zo goedertieren is. Omdat hij zo'n zondaar, die wel de echte droefheid over de zonde oefent, hoewel hij dat altijd lang niet zelf beoordelen kan, of het de echte droefheid wel is. Maar in ieder geval, wanneer hij dat beoefent, als God dan, door zijn evangelie, doet smaken dat de Heere goedertieren is, dan is het gevolg daarvan een hartelijke vreugde in God door Christus. Ik zeg niet dat al diegenen, geliefden, die deze hartelijke droefheid in God kennen, weten. Dat wil zeggen met onderscheiden geloofsinzicht weten dat dat nu een blijdschap is die door Christus tot stand is gekomen. Want dat mag u daar niet los van maken. Want het is inderdaad een blijdschap door Christus. Dat wil zeggen, die is verworven door Christus, geliefde. Waarom? Wel omdat Christus in de staat zijner vernedering eigenlijk nooit verblijd is geweest. Wij lezen maar geen sporadisch, geliefden, van blijdschap van Christus. Wij lezen eigenlijk ook geen enkele bladzijde in het evangelie dat de Heere eens verblijd is. Wij lezen slechts van één keer dat hij verheugd in de geest was. En daarom Jezus' leven hier op aarde wordt getypeerd door de droefheid. Door het lijden onder de zonde. Omdat hij de macht, omdat hij de volle druk, zou ik willen zeggen, van de zonde last van zijn kerk heeft gedragen. Daarom heeft Christus hier op aarde, tenminste tot aan zijn opstanding toe, zo zou willen zeggen, zo weinig vreugde, althans naar buiten laten zien. En omdat hij nu de volle droefheid over de zonde heeft moeten ondergaan, omdat hij geleden heeft, geleden onder de macht en onder het gewicht van onze zonde, daarom heeft hij nu verworven die kostelijke blijdschap in God, die hier dus genoemd wordt door Christus. Dat is nu door Christus verworven. En nu is het rijk. O, het is zalig, geleden, wanneer we verblijd mogen zijn in de Heer. Wanneer we zijn goedertierenheden mogen smaken, wanneer we de blijdschap van zijn trouw mogen ondervinden, enzovoort. Maar wat ik zo pas zei van deze droefheid, dat ze door moet gaan, dat ze verdiept moet worden, dat geldt ook
van de blijdschap. En zal die blijdschap u verdiept kunnen worden, dan zal dat altijd gepaard dienen te gaan met een verdieping van geestelijke droefheid, van dat geestelijke lijden over de zonde, opdat daardoor datgene wat Christus heeft gedaan voor mij des te heerlijker en te dierbaarder zal worden. Want de blijdschap in God, geliefden, die zal inderdaad verdiepen wanneer ik leer verstaan, wanneer ik door het geloof leer verstaan wat Christus daar nu voor heeft willen doen. Dat Christus zichzelf daar nu voor over heeft gehad om bedroefd te zijn over de zon. Mijn last van schuld en ongerechtigheid te dragen, opdat hij mij daarvoor in de plaats zou verwerven. Een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Want dan wordt Christus de oorzaak, geliefden, waarom zijn kerk nu blij kan zijn. Blij. Wanneer? Blij wanneer het alles voor de wind gaat. O nee, geliefden. Nee, zo niet. Want het is in de regel zo, de hoogste blijdschap wordt in de regel gesmaakt onder de hoogste druk. De tijden van druk, van kruis enzovoort, dat zijn in de regel de tijden waarin de hoogste smart en droefheid openbaar komt, maar waar de Heer ook de weg gaat banen voor de hoogste blijdschap in de Heer. Nu wil hier, wanneer onze onderwijzer dus gaat zeggen dat deze opstanding van de nieuwe mens bestaat in een hartelijke vreugde in God, niet gezegd worden dat dat nu altijd een blijdschap is die zijn spitsen kent. Het is eigenlijk anders. Ik meende dat ik dat zo straks al opgemerkt heb. Daar is eigenlijk in het hart van allen die God vrezen altijd dit aanwezig. Altijd ja. Altijd inderdaad, geliefd. Die twee die zijn naar zijn wezen altijd aanwezig. Ik wil niet zeggen dat ze dat altijd voelen. Ik zeg ook niet dat ze dat altijd beleven. Maar naar zijn wezen zijn droefheid en blijdschap. Hoewel ze, wat de bewustwording daarvan betreft, zich afwisselen, naar hun kern altijd aanwezig. Niet alsof ze alle dagen zingen, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere weeg. Zo wil de Heer het natuurlijk wel hebben. Want inderdaad, geliefden, daar hebben ze alle reden toe. Waar God ze begiftigd heeft met het leven der genade, waar ze om Christus wil die hartelijke vreugde in God mogen kennen, daar hebben ze inderdaad alle reden om in God verblijd te zijn. Maar als ze nu dat niet zo direct gevoelen, als ze dat nu niet zo direct geloven, moet dan onmiddellijk de staat der genade in twijfel getrokken worden? Nee, echt niet, geliefden. Heus niet. Want dan wijs ik u op die zogenaamde verborgen blijdschap, die er toch wat zijn kern betreft aanwezig is. Dat is een blijdschap in den Heere, zoals hij zijn woord ons heeft gegeven, zoals hij zijn dienst ons heeft gegeven, zoals hij ons in de gemeenschap der heiligen opgenomen heeft, waardoor inderdaad zij het dan niet direct genoten, maar toch een stille blijdschap in den Heere in kan zijn. En veracht dat nooit. Veracht die stille blijdschap in den Heere ten opzichte van zijn woord, ten opzichte van zijn dienst, ten opzichte van de gemeenschap der heiligen, nooit. Waarom? Met één voorbeeld wijs ik u daarop, namelijk Paulus. Die kreeg eens een keer bezoek van zijn medebroeder Titus. En toen hij daar tegenover Titus zat, was hij zo verblijd en vertroost in de Heere, dat alleen de komst van zijn medebroeder oorzaak werd
van hartelijke vreugde in God. Daar hebt u dus aangewezen, het is maar een enkel voorbeeld natuurlijk, maar zo kunnen er van die dingen in het leven zijn, van die kleine vingerwijzingen, en daarom is het zo nodig dat we opmerken in het leven, opdat we ons daartoe zouden opwekken, ons toe zouden zetten om meer in den Heere verblijd te kunnen zijn. Nietzsche, de Duitse filosoof, die heeft eens gezegd, die christenen, zei hij, die zijn mijn best. Maar ik heb één ding tegen hen, en dat is, ze moesten er wat verloster uitzien. En inderdaad, geliefden, moesten de kinderen des Heren er wat verloster uitzien. Dat wil zeggen, het moest wat meer te zien zijn. Het moest wat meer te merken zijn, die blijdschap in God. Zeker, ik weet, die wordt in de stilte tussen den Heren en ons beleefd. Maar het moest inderdaad naar de buitenkant meer openbaar komen. En dat bedoel ik heus niet dat oppervlakkige halleluja geroep, dat geen grond en wortel heeft. Maar dan bedoel ik daarmede deze hartelijke vreugde, die in woord en in daad, in gezichtstrekken enzovoort, gezien en bemerkt zou kunnen worden. Opdat ook anderen zouden kunnen zien die blijdschap in den Heer. Want eenmaal die blijdschap genoten, eenmaal Gods goedheid in het leven gesmaakt om Christus wil, dan is daar toch ten diepste het bederf ingetreden voor zonde, voor wereld en wat iets meer zij. En daarom kennen we dat. Die hartelijke blijdschap, vreugde in God door Jezus Christus. Dan zult u wijzen op de verschillende momenten in het leven. En inderdaad, wat was dat rijk en groot. Toen onze ziel, mag ik het zeggen, als het ware opgetrokken werd in den hemel. Of wilt u, al dat een hemel als het ware neerdaalde in ons hart. En dat we ons zo dicht voelden bij den Heere, dat we zijn vergevende liefde, zijn trouw, zijn goedheid enzovoort smaakten. Dat we door verder onderwijs leerden dat Christus daarvoor zijn leven heeft gegeven. In één woord, wat zijn dat zalige tijden. Maar dan moesten we daarom ook veel meer van hebben. Als we daar, mag ik het zo zeggen, eens de smaak van te pakken hebben gekregen, dan moesten we er daarom ook veel meer naar staan. Dus een voortgaande droefheid en een voortgaande blijdschap, opdat in de derde plaats ook openbaar zou komen een gehoorzaamheid als vrucht van het nieuwe leven, zoals we dan tenslotte horen. En lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Nu ga ik daar natuurlijk vanavond niet al te veel van zeggen. Want het gaat hier over datgene wat eigenlijk in de volgende vraag aan de orde komt. Over de goede werken. Maar, hier wordt eerst gesproken over een hartelijke lust en liefde. Dat is dus hoe het aan de binnenkant eruit ziet. Daar is dus, als vrucht van de opstanding van de nieuwe mens, lust en liefde om naar alle geboden Gods te leven. U voelt wel, daar heb je de wortel. Daar is het beginsel. En al is dat beginsel klein, dat beginsel, die wortel, die is er. Lust en liefde om naar al de geboden Gods te leven. Niet naar een enkel gebod. Niet naar een gebod dat nu ons enigermate streelt of iets dergelijks. Nee, naar al de geboden. Hoe komt dat? Dat komt omdat vrucht van het nieuwe leven is een hartelijke liefde tot Gods wet. David die zingt ervan, hoe lief heb ik uw wet. Nou, daar heb je geliefden de tekening van het hart dat het nieuwe leven kent. Een liefde tot Gods wet. De begeerte, het zoeken, het streven om naar die wet
te mogen leven in de nieuwe kinderlijke gehoorzaamheid. Dat is om naar al de geboden Gods te leven. Dat is goede werken tevoorschijn te brengen in het dagelijkse leven. Nu, daar heb je dus in het kort, volgende week hopen we dan, zo de Heere wil en wij leven, er wel op te wijzen wat nu die goede werken zijn. Daar heb je nu het, in het kort geleden de twee grondbeginselen van het nieuwe leven. Vreugde in God en droefheid over de zon. Kennen we dat? Want dat is inderdaad het allesbeslissende. Dat zullen we dienen te kennen. Zullen we de troost van het leven der genade hier mogen smaken. En als we dat nu nog missen, dan is er wel een andere droefheid. En ook wel een andere vreugde. Maar het is de droefheid der wereld. Het is de vreugde die al eigenlijk maar alleen ligt in de omstandigheden waardoor we verblijd kunnen zijn. Maar het ligt niet in dat wij de gemeenschap met God zoeken, kennen en daarom verblijd zijn. En daarom, wat moet u bekeren? Gedient u te bekeren, want het gaat hier immers over de bekering. En nu is inderdaad de bekering, geliefde, zowel wat zijn begin als zijn voortzetting betreft, een werk van de Heilige Geest. Maar dat mag ons niet in valse lijdelijkheid doen neerzitten om te zeggen, nu ja, als dat een keer komt, dan zal het wel komen. Dat is natuurlijk goddeloos. Want God heeft in zijn woord gezegd dat hij die bekering wil werken. En daarom lezen we veel in de Bijbel over de eis der bekering. Maar we lezen ook, al is dat maar sporadisch, over de bekeer, over het gebed om bekering. Dus twee dingen. De eis en het gebed. De eis het meest. Waarom? Omdat wij ons zo graag onder die verantwoordelijkheid uittrekken. Wij stellen alles in het werk om ten diepste niet onszelf de schuld, maar God de schuld te geven. En zie geliefde, dat moeten we nu eens afleren. Dat moeten we nu eens grondig afleren. En dat zullen we alleen af kunnen leren wanneer we ons werkelijk stellen in de weg om bekeerd te worden. Want dan zal dat stellen in de weg, dat zal leiden tot het gebed om bekeer. Dat kan niet anders. En daarom is u daarmee bezig. Met dat u stellen in de weg om bekeerd te worden. Het valt niet als een lot uit de loterij u in de schoot. Echt niet, geliefde. Heus, God heeft zijn zegen willen verbinden aan het gebruik van de middelen. En als u de middelen naarste gebruikt, dan wil de Heere daar zijn zegen ten leven aan verbinden. Niet omdat hij dat verplicht is, of omdat u dat u zo best zo doet, maar God belieft dat zo te doen. En daarom gebruik de middelen zo bidden. Werkzaam aan Gods genade troon. En als de Heere er één keer in meekomt, dan heb je alles. En daarom, ik zou willen zeggen, neem de proef op de zon. Dat is, stel u dan ook in de weg der middelen. Want weet u, de meeste mensen, en dat zijn dan natuurlijk kerkmensen, waarom gaan die verloren? Wel omdat ze, hoewel ze het gehoord hebben, de middelen niet hebben gebruikt, de middelen naast zich neer hebben gelegd en dus geen ernst bij deze boodschap hebben gemaakt. Is dan het zaligmakende werk, is dat een verlengstuk van ons werk? Nee, geliefde, dat zeer zeker niet. Maar het heeft God behaagd en hoe die twee met elkaar in overeenstemming te brengen zijn, kan ik niet zeggen en dat hoef ik gelukkig niet zeggen, maar het heeft God behaagd om te beloven, bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En God die groot is in barmhartigheid, geliefden, die doet u daarom zo aanhoudend werkzaam zijn in het werk der bekering, zodat ge de droefheid naar God
maar ook de blijdschap in God leert het verstaan en kennen. Want ik geef u de verzekering dat het kind des Heer, al is het dan maar een eersteling, een beginneling in de genade, die misschien het allerkleinste beetje ervan heeft ontvangen, maar als die één keer de blijdschap in God heeft gesmaakt, dan is die bedorven voor de wereld. Dan zegt u, o God, dat, maar dat alleen is het leven, tenminste de naam van het leven waard. Blijdschap in den Heer. En waar de Heer nu een overvloed, ja de bron van blijdschap is, daar heeft hij veel meer om te geven dan dat ene kleine beetje dat hier dan door een iemand ondervonden is. Straks zal het een fontein van eeuwige blijdschap zijn. En waar er bij de Heere dus een volheid van die blijdschap is, wel nu mijn medezondaar, zoek daar dan ook naar, sta daarnaar om dat te kennen. Maar hebben we dan door Gods genade van deze dingen iets geleerd? O, laten we er naar staan, er meer van te leren. We zouden den Heere zo bedroeven, ja hem zelfs vertoornen, wanneer we het kunnen stellen met het eensgenotene in ons leven. Wanneer er geen doorgang is in het werk der bekering. Wanneer we zo'n klein beetje de gedachte zouden koesteren dat we al aardig bekeerd zijn. Daar wordt de Heere door bedroefd. Daar kan Christus zichzelf niet verheerlijken. En daar moet de Heilige Geest zich terugtrekken. En daarom, terwille van de naam en de eer des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, laten we dan ook, onder beding van den Heiligen Geest, dat werk der bekering in zijn doorgaande werking leren kennen, zoeken en daarnaar staan. Dat strekt tot eer van Gods naam. Dat strekt tot welzijn van ons geestelijke leven. En dat doet ons afsterven de oude, maar ook opstaan de nieuwe mens, die straks eeuwig leven zal in blijdschap met God, omdat dan voor altijd de zonde is gestorven. Amen. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, Heere, dat we hier het voorrecht van u ontvingen om onder de verkondiging van uw woord te mogen verkeren. We bidden van u, wil uw woord heiligen aan ons hart. En geef ons allen genade, Heere, om de weg die we hebben gewezen te bewandelen, zoeken, ernaar staan, al onze krachten in zullen spannen om dat ene werk te mogen kennen. En waar gij, Heere, gezegd hebt, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Daar is er nooit één, Heere, die tot u kwam en die het niet meer buiten u kon stellen, die door u afgewezen is geworden. Barmhartige koning, werk zo het werk der genade in aller harten, in de harten van jongen en ouden, opdat we tezamen verblijd mogen worden door uw daden. Zegen de prediking van uw woord ook voor uw kinderen, opdat ze al meer en meer naar dat werk der bekering mogen staan in de doorgaande lijn, zodat er een oprechte droefheid naar God, omdat we God telkens door onze zonde vertoornen, mag zijn. Opdat de zonde afgestorven mocht worden, maar ook die hartelijke vreugde, of die stille blijdschap in den Heere mag gekend en beoefend worden. Heere, maak ons dan tot uw dienst en zaak bereid, van nu aan tot in al eeuwigheid. Amen. We zingen nu nog met elkaar, en wel uit Psalm 89, en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort,
Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. Genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.